tweede kerstdag regent het. Maar we zijn dus 26 december 2018. Wij zijn in Oerlingenhausen. En wij gaan naar Wandelparkplatz Aldaar. Ze hebben daar maximaal 20 plaatsen en het is gratis. Er zit niks bij. Voor degene. Het zit op de Welschenweg in Oerlinghausen. Ja, dan moeten we deze weg helemaal uitrijden. En dan... Maar dan gaan we nog een heel stuk verder, want... Dat is namelijk het begin van die weg. En het zit helemaal aan het eind. Jammer dat het regent. Ja. Maar zoals ik had begrepen, kwam straks de zon er nog bij hier in de buurt. Dus ja, van dat plekje waar we heen gaan in ieder geval. Nou, hier linksaf, hier zit een restaurant of zoiets. Kastanjenkroeg. Hier rechtsin. Dus ook de Vrijlichtmuseum zit hier ook nog in de buurt, stond er ook een bord. Hoe heet dat? Vrijlichtmuseum. Ik weet niet wat het is, maar... Nee, ik ook niet. Vrijlicht. Behoorlijk licht. Vrijlichtmuseum. Dat moest ik daar heen. We komen hier een beetje in de mist terecht, want we gingen alleen maar omhoog hier. Het is nou echt, gewoon echt heel erg mistig hier. Dus waarschijnlijk zitten we in de wolken. Ja, waarschijnlijk. Hier gaan we weer naar beneden. Nou, we gaan dan een heel tijdje omhoog. Dus best kans op hoor, dat we een beetje in de wolken zitten. Lijkt me dit de parkeerplaats. Ik zie een vuilnisbak. Ja, want dat is een zandweg en daar is een zandpad. Dit is het. Ja. Nou, midden in het bos. Hoe mooi is dit? Ja, daar moet je van houden natuurlijk. Niet iedereen houdt ervan. Nou, hier moet je ook niet vast komen zitten erover met de auto. Nee. Hier liggen nog wat boomstammen. En dan heb je dus heel veel wandelpaden hier, hè? Ja, wandel- en fietspaden en misschien ook wel voor je ATV. Dit is het. Kijk, daar heb je een wandelpad. Kun je het bos in. Moet je zien hoe mistig het is. Ja, er zit verder niks bij, ga je zeggen. Vuilnisbakje. En voor de rest niks. Maar wel een hele mooie omgeving. Kijk, daar heb je nog een pad. Of, ja, een pad is het niet, maar een doorgang. Dan kun je ook omhoog. Het gaat behoorlijk steil hier, hoor. Ja, je moet er tegen kunnen, hè, om in het donker te gaan staan in een bos. Maar wat een mooi plekje, zeg. Echt. Dit vind ik echt een heel mooi plekje. En dat je dan eens lekker een stukje kunt fietsen en wandelen. Prachtig.